Welkom bij weer een nieuwe video van Boot Totaal. Mijn naam is Suzanne en wij helpen jullie goed uitgerust het water op. Deze video zal gaan over reddingsvesten. Bob, ik zie hier een wand vol met verschillende reddingsvesten. Ik noem het allemaal reddingsvesten, want ik weet het verschil niet. Dus zou je dat kunnen uitleggen aan ons? Nou, eigenlijk is er een onderscheid te maken in twee soorten reddingsvesten. Je hebt de automatische reddingsvesten. En je hebt schuimvesten. Nou, het grote verschil tussen die twee is, je ziet het al een beetje, is de omvang. Een schuimvest bestaat uit schuim en heb je dus eigenlijk het drijfvermogen continu bij je. Het andere zijn automatische reddingsvesten en daar zit het drijfvermogen nog in de cilinder. En pas op het moment dat je in het water valt, dan creëert hij het drijfvermogen. In automatische reddingsvesten zijn er eigenlijk twee gradaties. Je hebt voor binnenwateren en kustwateren heb je 165 newton. Dat is meer dan voldoende. En alleen als je op open zee gaat varen of met echt zware zeilkleding aan, dan kun je naar de zwaarste klasse en dat is 300 newton. We krijgen bij Boot Totaal vaak de vraag, welk formaat vest moet ik nou kopen? Dus zijn er verschillende maten of is het één maat? Heb je verschillende maten voor volwassenen? De maat bij een automatisch reddingsvest is er niet zozeer. Je hebt eigenlijk twee types. Je hebt 150 newton of 275 newton en hoger. En zoals je kan zien zit er een verstelbare band bij, waardoor die eigenlijk gewoon voor iedereen past. Daarnaast heb je ook nog zwemvesten. En zwemvesten zijn erbij dat als je iets van een sportieve activiteit doet, dat je toch een extra beetje drijfvermogen wil hebben. Maar zo'n vest garandeert niet dat als je bewusteloos in het water komt te liggen, dat je dan ook gered wordt. Dit soort zwemvesten worden veelal gebruikt voor sport op het water. Dus denk aan dinghy zeilen, waterskiën, achter een funtube als je ook nat wordt. Nou, we hebben vandaag geen echte hond erbij, maar we horen dat er veel vragen zijn over hondenvesten. Wanneer trek je nou een hond een zwemvest aan? Eigenlijk is dat simpel. Als je hond wat ouder is en daardoor wat slechter kan zwemmen. Ook vaak kleinere hondjes met korte pootjes hebben toch wel wat moeite om in het water te blijven drijven. Dan kun je je hond een zwemvest aantrekken. Het voordeel is ook dat aan onze zwemvesten zit een lus. En met die lus kun je hond dus makkelijk uit het water trekken en weer op je boot zetten. En wat is dit nou voor vest dan? Dat is voor een chihuahua of voor een kat. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je nou meer video's ontvangen? Abonneer dan even gratis op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende video!